Welkom weer bij deze nieuwe shoplog van de Jumbo. Ik heb zoals iedere week mijn boodschappen weer online besteld bij de Jumbo. Dit keer zijn het aardig wat boodschappen, want het voorraadje was een beetje aan het minder worden. Nu heb ik wat meer boodschappen gehaald om de voorraad weer aan te vullen. Dus laten we snel gaan kijken wat we allemaal hebben gekocht voor deze week. Ik zie jullie aan het einde weer. En we gaan van start met de koelkastproducten. Ik heb hier 1,5 liter halfvolle melk. Tweemaal Optimil. Dit is de persik mango smaak en dit is limoen. Tweemaal Fla. Ik heb hier de Fla Flip met chocola en vanille. En hier de Fla Flip yoghurt met frambozen. Steven heeft stage vanaf deze week. Dus om hem toch eventjes iets mee te geven in de trein. Dat hij iets in zijn maag heeft. Hebben we even voor Goedemorgen gekozen. Is lekker makkelijk. Even kijken, was ook een aanbieding. 1 plus 1 gratis. Dus ik snap ook niet zo goed waarom we er dan 5 hebben. Hadden we eigenlijk nog eentje moeten doen. Hè? We hebben framboos met blauwe bes. En dit is kiwi aardbei banaan. Hebben we er 3 van. 2 maal stokbrood met kruidenboten. 2 maal met druiven. Blauwe bessen. Sla melange. Kipfilet. 2 verpakkingen met cheddarkaas. Stamppot aardappelen, 2 zakken. Ik heb hier mozzarella. We gaan zelf pizza maken van de week. Dus ik heb hier 2 mozzarella blokjes. Ook mozzarella geraspte kaas heb ik erbij. Oude kaas voor het brood, Old Amsterdam. En 2 verpakkingen met jong belegen kaasplakjes. Die was ook helemaal op. Dus weer even een beetje voorraad. Een bona boter. En een Philadelphia. En de volgende lading staat ook weer klaar. Ik heb hier afbakbroodjes, 4 halfjes fijn volkoren. Andijvie voor andijvie stamppot. Ik heb hier hamburgers. We gaan ook hamburgers eten van de week. 4 maal pizza deeg. We gaan zelf pizza's maken. Ik heb hier zigeuner gehaktsnitzels. Salami voor op de pizza. Crème fraîche. Gerookte kipfilet om in stukjes zo ook op de pizza te doen, bijvoorbeeld. Champignons, spekreepjes en ik heb hier 5 kilo met grote kruimige aardappelen. En de volgende lading staat ook weer klaar. Ik heb hier 4x Fuse Tea met mango smaak. Vuilniszakken voor in mijn grote prullenbak. Pendaal en mijn zakken voor de badkamer. En voor ons, in onze slaapkamers is dezelfde maat. En ik moet even kijken welke in het toilet past, deze of deze. Dus daar heb ik ook eventjes 2 van. Dit was een aanbieding. Het zijn koffiebonen. De tweede was de helft van de prijs. Dus ik dacht, nou laat ik me even een beetje inslaan. Ik doe er hartstikke lang mee met zo'n zak. Ik geloof wel 3 weken of zo. Dus ik heb even voorraad. 2 maal rookworst. Een grote Nutella pot. Honing. Pyjama papje. Ik heb hier 2 maal de sajoerboontjes. Die eten we heel graag. Samen met dan kip en rijst. Pizza saus voor op het deeg. Dit is, tenminste dit stond ons aangegeven dat het daarvoor in aanmerking kwam. Dus heb ik dat gekocht. Mergpijpjes, 2 maal rolcake. Want die was vorige keer uitverkocht. Dus ik denk, nou laat ik er eentje op voorraad nemen. Appelstroop. Is het ook alweer. Sambal. Bananen. 2 bordjes met roosjes. Andijviekruiden, 2 komkommers en ook dit was een aanbieding, M&M's. En volgens mij is de tweede ook weer voor de helft van de prijs. M&M's met noten. En de laatste lading staat ook weer klaar. Ik heb hier een heel tarwetijgenbruin. Dit zijn eieren, grote eieren dit keer. Kaalkoffersen, vrije uitloop eieren. Diepvrieszakken, popcorn om te poppen in de magnetron. Voor de kinderen Prins Mini Star. Ik heb hier 2 Coca-Cola. 2 maal Carven Sevitam. 1 maal de kassensmaak. En de andere is framboos. Wat chips. De Cheetos Spinners. Doritos. En hamkaaschips. 2 maal wijn, zoete witte wijn. 2 maal appelsap. Dubbel fris. En dit is de framboos cranberry. Daar heb ik er 2 van. Cherry tomaatjes, knoflooksaus, 2 maal koffiemelk van Becel, pesto, is ook op de pizza te doen die we gaan maken,
witte bonen in tomatensaus. Een hoop bolletjes. En misschien wil Steven het meenemen naar zijn stage. En we gaan ook een dag hamburgers eten. Pepertjes, ook voor op de pizza's die we gaan maken. En kattenbakgrind. Ja, en natuurlijk zijn jullie heel erg benieuwd wat we allemaal deze week gaan eten. Ja, ik heb wat leuks bedacht met de kinderen om te gaan doen. En dat is zelf pizza's maken. Dat staat ook op het weekmenu. En dat doen we gewoon als... ja, ik doe het met de kinderen. En mijn eigen kinderen kunnen dan zelf ook hun pizza beleggen. Ik weet niet of ze dat willen, maar... Dat was wel het idee. Vandaar ook dat er heel veel ingrediënten bij zaten. Tussen de boodschappen zaten die niet heel erg definieerbaar zijn. Van ja, wat moet je er eigenlijk mee? Maar dat is dus om de pizza te versieren. Ik laat jullie even snel zien wat we deze week gaan eten. En ik ben zo weer bij jullie terug. Hier hangt het weekschema weer. Op maandag eten we rijst, kip en boontjes. Dat zijn de sajoerboontjes. En dan gewoon basmati rijst. En dan kip doe ik dan zelf marineren. En dat wordt dan echt een heerlijk pittig gerechtje. Dinsdag eten we andijviestamppot en met ook rookworst en spekjes en zo. Woensdag gaan we zelf pizza maken. Ja, dat ga ik dan met de kinderen doen. Zullen we dan wat eerder gaan beginnen in de middag. En dan, nou, dan hebben we op tijd onze pizza wel klaar. Op donderdag eten we hamburgers. Ja, het kan zijn dat er nog wat over is van die pizza's maken hoor. En dat we dan 2 dagen van kunnen. En van die andijvie is ook nog wel wat over. Dus het kan zijn dat... Dit is eigenlijk een noodgeval hamburgers. Maar het kan ook zo zijn dat we nog wat dingetjes hiervan hebben. Of dat ik aardappel uit de la trek en een pot groente opentrek. Dat kan ook. Maar voor nu staan er nog even hamburgers. Vrijdag aardappelen, groente en vlees. Dus ik ga gewoon even kijken waar ik lekker veel van in de voorraadkast heb of in de vriezer. En dat gaan we dan eten. Op zaterdag is het vaak voor mij een meal hero dagje. En eten mijn kinderen ja, harde broodjes. Of dat doen ze dan ook gehakt tussen. Of vleeswaren. En daar maken ze echt een heerlijk broodje. Knapperig broodje van. Dus ja, vandaar dat het voor mij dan meal hero staat. Soms eet Steven ook wel mee hoor, met meal hero. Maar niet altijd. En zondag eten wij friet en sla. Ja, een beetje inspiratieloos weekje. Behalve dan zelf pizza's maken. Maar ik merk dat vooral op de vrijdag, vrijdag gaat nog wel goed, maar in het weekend is het vaak een beetje van, nou, waar hebben we zin in? En vaak is het nog wel eten bestellen hoor, dat we dat doen. Ja, pizza bestellen of we eten voor sperrips of dat soort dingen. Of gewoon patat bestellen, weet je, dat soort dingetjes. Dat vinden we dan gewoon echt ja, heerlijk om te doen. Dus vandaar dat er altijd een meal hero misschien of broodjes staan. Maar heel vaak wordt het toch wel eten bestellen eerlijk gezegd hoor. Natuurlijk zijn jullie ook benieuwd wat ik kwijt was voor deze boodschappen. Ja, ik had ook wat voorraad koffiebonen en zo. En die zijn best aan de prijs. Dus ik zat op €203. Het was echt heel veel. Maar ja, voor volgende week heb ik dus een stuk minder boodschappen nodig. En het was wel fijn. Maar ja, wasmiddel komt er ook binnenkort weer aan. Dus ja, nou, af en toe heb je dus van die weken dat het even wat meer ja, kost, zeg maar, dan de andere weken. Maar goed, ik heb mijn boodschappen weer binnen. Laat me weten wat je deze week allemaal gaat eten. Ik hoop een beetje geïnspireerd te raken, want ik ben een beetje inspiratieloos zoals blijkt. Zijn er misschien nog meer dingetjes die je op een zelfgemaakte pizza kan doen? We kwamen niet heel ver dan de ingrediënten dan die jullie voorbij hebben zien komen. Zoals champignons. Nou ja, paprika vond niemand echt lekker. Dus die hadden we er maar niet bij gedaan. Nou ja, ui had nog gekund. Graspekaas, mozzarella. Wat hadden we nog meer? Salami plakjes. Gerookte kip had ik erbij gedaan. En ja, natuurlijk die rode saus. Hè? Dat is natuurlijk de bodem. Maar laat me weten als jullie zelf pizza's gaan maken wat je er nog meer op kan doen. Ik sta open voor ideeën. Dan kunnen we het nog eens een keertje doen over een paar weken. En wat je nog meer zelf zou kunnen maken met kinderen. Wat dan in de oven bijvoorbeeld moet. Of wat je dan af kan bakken. Dat lijkt me ook wel een heel erg leuk idee. Laat het me weten. Ik ben heel benieuwd hieronder even in de reacties. En ook wat je gaat eten deze week. Inspireer me. Ik dank je wel voor het kijken weer naar deze shopblog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je nieuw bent. Altijd leuk. Elke week is er een shopvlog en elke week is er een weekvlog. Je kan kiezen voor allebei of één van de twee wat je net leuker vindt. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Geniet ervan. Ik weet niet wat het weer gaat doen, maar maak er wat leuks van thuis. Ik zie jullie maandag weer in de vlog. Doei doei!